Super Sunday aan de hand van Tim's onvermijdelijke weetje. AZ brengt de spanning volledig terug en een gelijkspel van te genieten in Eindhoven. Verder is Hens bijna nooit meer een penalty. En hebben we midden in de nacht iemand van een verjaardag geplukt om aan te schuiven. Op naar 9 eredivisiewedstrijden in 45 minuten. De hoogste tijd voor een nachtelijke uitzending van de derde helft. Ik hoop dat toekomst koepen. Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me, of course. Je leren bekleding, pak je een automaat. Ik ben wel even klaar met het relatief voetbal. Hallo luisteraars, Tiet is hier. Ondanks dit krankzinnige tijdstip op de zondagavond zitten we hier gewoon met 3 man en 1 vrouw sterk. Gijs en Snijboon, die worden geflankeerd door toch wel vriendin van de show, Leon Stenter. Gezellig dat je er bent. Ja, dankjewel. Op deze Super Sunday, wat volgens mij ook al echt zijn naam eer aandeed. We hebben een paar heerlijke potjes voetbal gekeken. We hebben net hier nog met z'n vieren Ajax tegen AZ bewonderd. Maar om te beginnen bij jou, want we gaan het natuurlijk zo over al die wedstrijden hebben. Alle 9 van dit weekend. Maar om te beginnen bij Leonne, voormalig prof van ADO, Ajax en natuurlijk de Oranje Leeuwinnen. Maar nu de enige volwaardige vrouwelijke analist die voor een avondje de NOS inruilt voor de derde helft. Zeg ik het zo goed? Ja, zeker. Ja, tevreden met deze. Ik vind het een hele mooie intro, zeker. Ja. Want je bent hier natuurlijk al een keertje eerder geweest. Toen was ik er niet. Nu moet je het met mij doen als presentator. Hoe is het? Figuurlijk dan, hè? daar heb ik niks over te zeggen. Nou, de rol van Gijs is ook weer duidelijk vanavond. Hij geniet hier zelf ook zo erg van. Leon, heb jij een beetje genoten van dit voetbalweekend en dan vooral Super Sunday? Ja, ik heb wel echt genoten, hoor. Ik was een beetje bang dat het misschien saaie wedstrijden zouden worden, maar ja, zowel PSV Feyenoord als Ajax AZ waren gewoon echt spannend en konden beide kanten opvallen. Nou ja, op het eind bij Ajax wat minder, maar ik heb wel echt genoten. Ja, zeker. Hè? Waren leuke wedstrijden, Snijboon. Het was een klassieke brakke zondag, slecht weer buiten, lekker voetbal kijken. Was fantastisch. Ja, maar wij hebben echt de hele zondag alleen maar voetbal gekeken. Leon, jij was ook wat anders aan het doen. Want, hoe saai moet de verjaardag zijn waar jij was, dat we jou daar alsnog vandaan hebben geplukt om hierheen te komen op zondagavond met een wedstrijd die pas om 8 uur gespeeld wordt? Nee, joh, dit kwam eigenlijk best wel prima uit zo, hoor. Dus ik, het was echt een hele saai verjaardag. Zo hard worden. Eerlijk, deze tijd was echt prima. Ik kon gewoon in één keer lekker door en nog even een klein stukje kijken. En dan, gewoon mee ouwe horen hier. Nou, hartstikke gezellig. Ben je nog steeds de beste vrouwelijke analist van Nederland? Wie heeft dat vorig jaar ook weer gezegd? Ik was de enige, toch? Dan was het makkelijk. Ja, ja. Nou, precies. Ja, dan ben je altijd de slechtste. Ja, dat is waar. Ja, dus het kan alle kanten op. Je bent wel in vorm, Tietes. Hey. Zo, dankjewel. Nu al een compliment. Dat was sarcasme. Gijs, jij bent positief verrast dit weekend en je wilde iemand feliciteren. Ik ben zeer positief verrast. Door een luisteraar, CJE. Van der Heijden, die heeft namelijk de leeftijd van Snijboon ontdekt. En daarmee wil ik je ook meteen feliciteren, Snijboon, met de documentaire die van jou in première is. Altijd als jij zegt, nee, het komt wel goed. Dan komt er altijd iets irritants. Snijboons première is Snijboons documentaire is in première gegaan op Leap Day, dus op 29 februari. Het heet Pretending I'm a Superman. Het is namelijk gemaakt door Tony Hawk. En als lookalike is hij ingestuurd met Snijboon. Tony Hawk is Koen Snijboon. Okay. Morgen op onze socials. Hij is... Ik vind het best een compliment voor jou. Van alle mensen met wie ik word vergeleken door Tim en Gijs, is dit echt nog een uitstekende. Tony Hawk, hij zit aan tafel. Zo, nou. Meteen toon gezet. Ja. De lookalike kun je terugvinden op onze social media kanalen. En dat is trouwens een mooi bruggetje, want wij geven nog als wat weg op Twitter, Facebook, Instagram, hardgras, edities, pokkies, onderbroeken en nu ook kaarten voor de voorstelling van Daan Boom. Snijboon zei dat goed, het was Tim's idee en dat ging niet helemaal lekker. Tim die zou naar Daan Boom gaan, maar die zit nu met zijn schoonfamilie in New York. Een van de twee is leuker.
Nee, dat is oneerlijk. Pas op je woorden. Dus hij bood die kaarten, heeft hij aangeboden op Twitter aan mensen. Maar hij was vergeten dat hij ergens in het verleden die kaarten ook al op Ticketswap had gezet. Dus hebben mensen kaarten gewonnen. En vervolgens moest Tim zeggen dat iemand anders die kaarten wel gekocht had. Dus we hebben kaartjes gekocht voor Daan Boom nu voor iemand. Dus wij kopen gewoon die hele zaal vol voor Daan. Dat is wel heel sympathiek hoor. Aardig voor Daan, aardig voor onze luisteraars. Ja. We doen hier eigenlijk niks fout. Maar heeft Tim het een beetje naar zijn zin? Gijs, heb jij Tim nog gesproken? Hij zit in New York. Jullie hebben nauwelijks contact als jullie niet hier aan tafel zitten. Nee. Nee, ik heb alleen via de Instagram gezien dat hij een weetje heeft opgenomen. Dus ik ben benieuwd. Oké. Jongens. Je hebt echt niet gevraagd hoe is het in New York? Nee. Zullen we dan maar gewoon naar de wedstrijd gaan? Ja, graag. Gewoon Super Sunday met een gestrekt been in glijden. Kan ik dat zeggen? Ja, toch? Ja, we beginnen bij Ajax tegen AZ. Dat werd 0-2. Het is iets over 10 lokale tijd en de spanning in onze eredivisie. Die is volledig terug. AZ kwam vroeg op voorsprong in de arena. Kreeg een batterij aan kansen om het vroegtijdig te beslissen. Maar uitblinker Idrissi die gaf uiteindelijk pas in minuut 74 de doorslag. Het staat nu gewoon gelijk met Ajax aan kop van de Eredivisie. Dat is zo goed. Zeg je goed. Dankjewel. En AZ ernaast. Leon, om bij jou te beginnen. Jij met je analytische en professionele studio sportblik. Was er iets op deze overwinning af te dingen? Nee, absoluut niet. Ik heb echt genoten van AZ en de manier waarop zij omschakelden vooral. Echt, ze hebben Ajax zoveel pijn gedaan en zouden ze nog zoveel meer pijn kunnen doen. Ja, en dat ik zag Stengs nog net niet de hele wedstrijd op rechtsback staan. En zodra ze de bal hadden, liep hij alweer in de 16. En zag gewoon dat Ajax daar geen antwoord op had. Dus volgens mij hartstikke verdiend. Was het gewoon heel tactisch heel goed voorbereid door AZ? Er lag namelijk zeker in de eerste helft enorm veel ruimte achterin bij Ajax. Ja, zeker. Waar rijkelijk gebruik van werd gemaakt door AZ. Ja, zeker. Volgens mij heeft Arne Slot een heel goed plan gemaakt. En dat hebben ze ook heel mooi uitgevoerd. En Ajax daarentegen vond ik heel slordig en slecht in de omschakeling, wil ik ook wel zeggen. Ik zag op een gegeven moment Mietje, die sprintte gewoon 3 man eruit. En die liep er een paar echt op een hobbelpasje achteraan. En het zat dus ook wel, naar mijn mening, heel erg in de passie en in de instelling misschien wel. Want dat zat bij AZ spatten het er vanaf dat ze gewoon deze wedstrijd wilden winnen. En bij Ajax, in sommige momenten zat dat er gewoon niet. Het was ook wel ideaal dat in minuut 5 of 4 AZ op voorsprong kwam. Want daardoor konden ze dit echt fantastisch uitgevoerde counterspel wel spelen. Want Ajax moest drukken. Drukte heel slordig en liet inderdaad gaten. Nou ja, dat is echt ongelooflijk. De Titanic kon ongeveer tussendoor varen. Het was echt krankzinnig. Maar echt, wat je zegt, het had 0-5, 0-6 kunnen of misschien wel moeten worden. Het was geen rare uitslag geweest. Nee. Als je kijkt naar de kansverhouding, als het gewoon 5-0 was geworden en Boadu had de 4 gemaakt. Ja. Wat echt krankzinnig is. Ja. En misschien uiteindelijk wel het mooiste moment van de wedstrijd, die paas van Teun Koopmeiners tijdens de 2-0. Of 0-2. Frank de Boer-achtig hoor. Jullie kennen hem nog wel, Dennis Bergkamp. 1998, Snijboom was toen 64 al. 65. Net 65. Ja. Net 65. Nee, echt geweldig. Ik denk een paas van 1,70 meter. Precies over de verdediging van Ajax. En Idrissi maakt hem trouwens ook geweldig af. Hij raakt hem wel op zijn schemerschermen, geloof ik. Maar over de ook uitblinkende Onana, die toch niet de kleinste is. Echt een geweldige goal. Gewoon alles klopte eraan. Net als eigenlijk alles klopt aan de avond van AZ. Ja, toch? Leone, jij had 2-0 voorspeld. Het is toch goed gegaan, hè? 0-2 geworden. Oh, moest ik dat ook zeggen? Nou, half punt. Nou, leuk geprobeerd. We hadden onze luisteraars gevraagd wat jij zou moeten doen als je het verkeerd voorspeld zou hebben. Oh, god. Er zijn een paar suggesties gekomen van Super Sonny, die zei dat je een biertje moet atten. Wouter Running, die zei dat je dan een nieuwe rubriek verzint en de jingle live inzingt. Oh, heerlijk. En Jeroen A, die zegt, dan moet je de hele dag met Tim op stap. Nou, je hebt er nu 3 gehoord. Wat zou jouw keuze zijn? Ja, dan ga ik naar New York natuurlijk. Maar dan krijg je Tim schoonfamilie er gratis bij. Prima, dan doe ik het voor. Schoonfamilie is het minst erg voor Maar je had 2-0 voorspeld. Was het dus ook uiteindelijk toch voor jou dusdanig onverwachts dat Ajax zo Ja, het was speelde? Voor mij onverwacht dat AZ het zo goed weer deed. Want de afgelopen weken hebben ze het niet bepaald teruggevonden wat ze voor de winterstop lieten zien. Dus dat ze het vandaag zo lieten zien, dat had ik echt niet verwacht. En dat deden ze gewoon heel erg goed. Dus
Ja, ja, petje af. Het zijn twee clubs die eigenlijk de vorm al een paar weken niet hadden. En allebei een zware Europese week achter de rug hadden. Dus het was ook heel erg kijken, hoe gaan ze reageren? Is er een van de twee die zijn vorm hervindt? Nou, Ajax overduidelijk niet. Maar AZ viel echt weer terug in het goede spel van voor de winterstop. En ze hebben Ajax gewoon echt helemaal kapot gespeeld. Maar het was van tevoren ook gewoon heel erg afwachten. Gaat een van de twee wel die vorm hervinden? Of wordt het gewoon een hele slechte wedstrijd? Had ook prima gekund vandaag. Gijs, gaat over vorm hervinden gesproken. Gaat Tadic ooit nog zijn vorm hervinden? Suggestieve vraagstelling, hè? Ja, nou, ja. We hebben het hier toevallig een uurtje geleden flink over gehad. Dus Ja, je hoort twee verschillende meningen. De ene kant zegt, hij is gewoon dramatisch in vorm, eens. En de andere kant zegt, hij had de afgelopen weken niet het juiste materiaal om zich heen om goed te kunnen spelen. Dus Van de Beek, Ziyech, Promes, die allemaal nu wel terug waren en om hem heen stonden, was alsnog niet top. Hij is gewoon echt grandioos uit vorm. Echt grandioos uit vorm. Alles wat hem vorig jaar zo speciaal maakte, is er gewoon niet meer. En dat is het mooie ook aan sport. Het is gewoon vreselijk ongrijpbaar. Als je een keer niet goed ontbijt, dan kan het gewoon in één keer weg zijn. Maar is dat het? Wat is dit? Nee, dit is gewoon een angst die Gijs heeft. Ja. Maar dit was wel, Tadic was denk ik vandaag ook weer een goed voorbeeld. Ik zou denken, als het dan niet zo goed loopt en je komt de hele tijd tot 20 meter van de goal van de tegenstander, kom je met je combinatiespel af en toe, kom je er nog wel, maar je komt er dan niet door, schiet dan gewoon een paar keer. En bij Ajax bleven ze maar breien en breien en het lukte niet. Terwijl je hebt genoeg spelers in die selectie die van de 20 meter gewoon bizot kunnen verslaan, toch? Ja, en dat heb ik echt de laatste weken steeds met Tadic. Dan komt hij op een moment dat hij echt kan schieten en dan zit je ook voor de televisie, schiet gewoon. Ja. En dan, ja, ik weet niet waar het nou misgaat, maar het lijkt wel of niemand meer durft. En je ziet gewoon combinatiespel van de 5 meter naar het andere stukje van de 5 meter. En zo kom je er gewoon niet doorheen. Maar jij hebt toch ook wel eens periode gehad als prof dat het gewoon... Is het dan echt iets ongrijpbaars als vertrouwen? Dat eigenlijk gewoon heel lang slecht ontbeten. Ja, nee, ja, dat kan ook. Maar je zou denken dat ze zoveel vaste patronen hebben dat dingen als vertrouwen niet mee kunnen of mogen spelen, maar blijkbaar wel. Ja, maar dat is echt zo, als je dus geen vertrouwen hebt, dat het gewoon niks lukt. En alles wat dan niet lukt, treedt weer aan je vertrouwen. Dus ja, je komt een soort van negatieve spiraal. Ja, maar het is ook echt, het is zo met elkaar in verband. Weet je, als je terug kan vallen op vastigheden, dan zorgt dat voor meer vertrouwen. En dus, als dan simpele dingen al niet goed gaan, ook zoals vandaag bij zowel Promes als Ziyech, aannames die er gewoon nog niet in zitten, maar kleine dingetjes waarmee je steeds dan weer achter de feiten aanloopt, dan brokkelt dat gewoon af. En bij AZ werkte het vandaag gewoon de andere kant op. Je maakt een snelle goal en je komt helemaal in je spel. Want ja, je kan lekker compact spelen. Je kan die 3 kooiboys aan het werk zetten. Ja. Dan ga je groeien. En dan zie je eigenlijk precies bij beide kanten hoe het kan gaan. Als het vertrouwen groeit of sneuvelt. Ja, want ik wil het nog wel even hebben over Ziyech en Promes. Er is afgelopen weken veel gesproken over natuurlijk alle blessures bij Ajax. Nu zijn zij wel terug. Ziyech werd nog gewisseld aan het eind van de wedstrijd. En was er zelf niet blij mee. Wat vond jij van Ziyech überhaupt deze wedstrijd? Ja, wel oké. Niet super. Wel weer wat Ziyech momenten gezien die Ajax heeft gemist de afgelopen tijd. En ook zijn loopacties en wat hij meetrekt en waardoor hij ruimtes voor Dest maakt. Weet je, dat zie je wel weer terug, maar hij is nog niet de Ziyech die we gewend zijn. Maar hij is ook helemaal niet fit nog. Hij heeft helemaal niet... Niet goed ontbeten waarschijnlijk. Nee, ja, dat is het. Nee, maar hij heeft dat helftje tegen Heracles gehad? Of tegen Groningen? Geen idee, maar ik weet wat je bedoelt. Maar volgens mij is hij niet fit nog. Promes is volgens mij nog helemaal niet helemaal fit. Maar omdat de nood gewoon hoog is, wordt Blind ook gelijk weer terug in de basis. Volgens mij lopen er gewoon 3 spelers die zo belangrijk zijn dat ze gelijk weer ingegooid worden. Ik geloof niet dat ze helemaal wedstrijdfit zijn allemaal. Ik vond Promes wel echt een aderlating ten opzichte van Babel. Die heeft in de eerste 10 minuten meer goed gedaan dan Babel in de afgelopen alle wedstrijden. 10 jaar. Ja, dat wil ik niet zeggen, maar dat was dan wel een soort van... Ja, je ziet dan wel weer waar ze heen willen en wat er kan komen. Maar het is nog niet helemaal terug. Ja, we moeten het ook nog even hebben over AZ, toch? Die speelden gewoon echt fantastisch. Die hebben ook blessureleed. Een centraal duo van Leeuwin en Koopmeiners, hè? Uit in de arena. Het is niet ideaal. Nee, zij speelden het spelletje wat Ajax hoopt te spelen. Ze bouwden ook op in de eigen 16 meter. Alleen zij konden, doordat Ajax een soort kamikaze druk gaf, wel steeds die balletjes erachter leggen. Waardoor de 3 sprinthazen voorin echt volledig vrij spel hadden. Ja, dus AZ heeft bijna gewoon de perfecte wedstrijd gespeeld tegen Ajax. En natuurlijk gesteund door die vroege 1-0. Ja, prima. Ja.
Maar, en wie een heerlijke wedstrijd gespeeld moet hebben, is Dani de Wit, denk ik wel. Terug in de arena en dan op deze manier afsluiten. Sportieve revanche, hè? Zeker. Ja. Ik scoorde nog bijna een doelpunt. Dat was ook al mooi geweest. Het is al eerder een keer tegen ons... ik heb dit al eerder een keer volgens mij gezegd. En we kregen hem net op Twitter ook weer doorgestuurd. Als Idrissi voor Nederland zou spelen... zou er zo'n zieke hype rondom Idrissi nu bestaan. Het is zo'n goede voetballer. Ja. In vorm is het echt de beste buitenspeler van de Eredivisie. Ja. Hij is pas 24. Hè? Ik dacht echt dat hij een stuk ouder was. Dat hebben jullie mij aangepraat. Maar ik zag laatst zijn verjaardag voorbij komen op Instagram. En hij is pas 24. Ja, en het is gewoon echt een hele goede voetballer. Oké, jongens. Ik wil tot slot nog toch nog heel even wat olie op het vuur gooien. Ten Hag. Oud. Nee, maar bij de Telegraaf werken. Vijf van de laatste 9 wedstrijden verloren. 6 van de laatste 10, zeg ik dat goed? Alleen RKC heeft meer wedstrijden verloren van de laatste 10 dan Ajax. Maar ja, dat is voor heel veel clubs is dat genoeg om een trainer te wisselen. Zeg ik wat raars, Leon? Ik vind het niet een rare vraag die je stelt. En ik snap ook dat je hem nu stelt. Ik denk alleen niet dat wij Ajax nu de paniek hebben en hem eruit gooien. Maar ja, dus er misschien wel wat gesprekjes gevoerd gaan worden dat er wel iets moet veranderd worden. De bureau schuift iets dichter bij de deur, denk ik. Dat als hij maandag op kantoor komt. Ja. Een ander ontbijt, hoorde ik. Ja. Maar ze moeten dan een kale trainer weer? Dat sowieso. Stam is vrij. Zijn er nog meer opties dan? Ron Jans. Die heeft te veel haar. Ja, Ron Jans heeft te veel haar. Oh, oké. Over te veel haar gesproken. Serdar Gözbüyük, shout-out naar zijn kapper, hoor. Echt geweldig. En naar zijn gel, wat gebruik je? Ja, maar die zou Storm Dennis kunnen... Die zou door gewoon op Texel kunnen lopen tijdens Storm Dennis. En er zou niks met zijn cap gebeuren. Nee, echt geweldig. Een soort helm is het. Ja. Oké, jongens, wij gaan door naar die andere wedstrijd van Super Sunday. En dat was de wedstrijd van de week. Hey, ja, la, 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 la. Wedstrijd van de week. Ja, dat was PSV. Feyenoord werd 1-1. En met een dubbele links-back constructie begon Feyenoord goed aan de wedstrijd in Eindhoven. Na een verdiende 1-0 voorsprong bij rust schoot Gakpo PSV vlak na rust naar 1-1. In de tweede helft ging het meer gelijk op. En uiteindelijk was 1-1 misschien wel een terechte uitslag. Snijboon, welk team won de flankenstrijd vandaag? Daar ging het wel echt een beetje om, hè? Feyenoord heeft geen buitenspelers meer. Tenminste, niet die daadwerkelijk kunnen voetballen. Dus Luciano Narsing. Ja, sorry Luciano Narsing. Maar ja, sorry, hij viel in. Was geen succes, toch? Nee, hij had echt wel een paar momenten gewoon recht op het doel afgekund. Als hij de bal had aangenomen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat vergat hij dan soms. Ja. Hadden overigens ooit Idrissi en die weggedaan, waar ze nu waarschijnlijk nog spijt van hebben. Ja. Maar oké, ga door. Haps en Malasia speelden met 2 op linksback. En die mochten zelf de hele tijd een beetje kiezen wie dan druk zet en wie niet. Ik vond Dumfries alsnog de gevaarlijkste PSV'er. Maar het was wel heel interessant om te zien. En op de andere flank was het Berghuis tegen Rodriguez. En daar kwam niet echt een winnaar uit. Dus Rodriguez zakte weer niet door het ijs. Speelde eigenlijk best wel weer een goede wedstrijd. Ja, ze speelden elkaar eigenlijk allebei niet echt uit de wedstrijd. Nee. Maar ze excelleerden ook niet. Maar het zijn wel, zeker Berghuis natuurlijk, de gevaarlijkste van Feyenoord. Dus als je niet heel veel momenten van Berghuis hebt gezien, dan betekent dat Rodriguez waarschijnlijk wel gewoon een prima potje heeft voetbald. Ja. Waar heb jij op gelet, Gijs, tijdens deze wedstrijd? Voor mij was het echt een strijd op middenveld. En ik vind PSV's middenveld dan nu met Ryan Thomas, Rosario en Hendricks. Ja. Ik denk dat hier meer creativiteit aan tafel zit dan daar op middenveld staat. Nou, maar rustig. Ik vond dat is met 2 verdedigende middenvelders, Hendricks en Rosario. En Feyenoord speelde er met 1, met Leroy Fer. En Toornstra en Kukcu. En ik vond Feyenoord's middenveld, zeker in de eerste helft, echt stukken beter dan dat van PSV. Meer naar voren, meer durf. Ze kwamen heel makkelijk onder de matige druk van PSV uit. En ik vind het wel tijd dat PSV iets omzet in dat middenveld. Ze hebben zulke mooie, creatieve... dure spelers op de bank zitten. Ik opper voor een rol voor Ryan Thomas die iets meer teruggetrokken is ten koste van Pablo Rosario. Mm-hmm. En dan een mooi creatieve speler op 10. Dus Iataren naar het midden. En dan Doan of Bruman. Bruma op de flank. De Bruma. Het mist wel. Tiet is zo blij dat er een keer iemand anders een fout maakt. Er mist gewoon wel echt creativiteit in de middenveld van PSV. En ze hebben afgelopen 3 keer gewonnen. Was prima. Maar ik denk dat het zoveel beter en zoveel mooier Maar had jij nu dan Guti opgesteld? Nee, die niet. Nee, ik had dus nu Thomas eentje naar achter geschoven. Dat verhaal we net gehoord. Ja.
Ik vond wel Hendricks voor het eerst wel weer echt een goed speler. Ja, ja, precies. Hendricks is echt een goede popspeler eigenlijk. Nou ja, ja, daarom zeg ik Rosario eruit. Ja, precies. Ja. Alles gebaseerd op één wedstrijd. Ja, 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 ja. Voor Leon, vond je het een terechte 1-1? Ja, eigenlijk wel. Het was mooi in balans zo. Ik heb echt tijdens de wedstrijd gewoon gewisseld van gedachten van oké, wie gaat er nu winnen? Ik denk nu Feyenoord. Nee, toch PSV. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou ja, gelijkspel is volgens mij wel het beste antwoord. Iedereen was er ook mee eens gewoon, hè? Ja. Dik advocaat gewoon prima, en Faber prima. Iedereen die geïnterviewd werd was gewoon blij met 1-1. Het was wel echt hoog niveau, vond ik. Maar ze wilden ook allebei echt niet verliezen, hè? Dat merkte je ook wel. Als in, ze vielen allebei met 3-4 man aan. Maar zorgden er ook allebei voor dat ze continu 7 man achter de bal hadden als ze aan het aanvallen waren. Ja, dat is ook gewoon kwaliteit, vind ik. Maar Gijs, jij zegt het was hoog niveau. Ja. Ik denk als je naar de afgelopen, weet ik hoeveel wedstrijden kijkt van Feyenoord onder Dick Advocaat. 13 is hier aan het roer. Dankjewel. Alsjeblieft. Worden ze geprezen omdat ze gewoon vooral heel effectief gespeeld hebben en heel veel hebben gewonnen. Maar het hield niet over. Het waren gewoon heel vaak hele slechte potjes. En nu viel Feyenoord toch best wel mee. Er werd leuk voetbal tegen een ploeg die ook gewoon goed kan voetballen. Ik was positief verrast. Ja. Serieus. Ik heb echt een openbest vermaakt. Het gebeurt niet vaak, maar het is wel eigenlijk hetzelfde. Over Kukçu kan je eigenlijk hetzelfde zeggen als over Idrissi, hè? Want Kukçu is echt die runt in zijn eentje in heel middenveld. Die is ook niet bang als hij hem aan de zijlijn krijgt met iemand voor zich. Nee. Maar hij is ook niet bang als hij in moet draaien vanaf 6. Hij wint zijn duels. Hij beheerst echt alle facetten van het spel. Beheerst hij. Ja, nou, en dat was ook vertrouwen. Precies het verschil tussen middenveld, Titus. Ja. Waar jij zo enthousiast over bent, over mijn analyse. Leone, laten we even koffiedik kijken. We hebben nu namelijk de strijd van Feyenoord tegen PSV gehad op deze zondag. Mm. Hoe gaat die, denk je, de rest van het seizoen verlopen? Het gaat nog steeds lastig worden voor PSV om die, zeg ik, 4 punten goed te maken. Ja. Hoe zie jij dit voor je? Ik heb van de week een voorspelling moeten doen en ik heb gezegd Ajax wordt eerste, Feyenoord tweede, AZ derde en PSV vierde. Zij daar nu nog achter? Want je bent echt ontzettend snel ingehaald door de realiteit. Ja, hè? Ja. Met alles. Ja. Alles wat ik vrijdag gezegd heb is gewoon helemaal ruk. Nee. Welkom in het leven van de analist, hè? Ja, echt, hè? Nee, ik geloof wel dat Feyenoord nog wel door blijft gaan met winnen en echt wel richting die tweede plek gaat. Misschien wel eerste. Maar, zo? Misschien wel eerst. Pas op, anders zit je zo in New York met Tim en je schoonfamilie. Laten we het ook nog even hebben over de hands van de hands of geen hands van Dumfries. Scheidsie, moet u niet even gaan kijken? Wat een VAR. Snijboom, wat gebeurde er? En wat denk je ervan? Voorzetje, een duel met... Help me even, Gijs. Kukçu. Hij... Volgens mij slaat hij... Nee, dat is toch ook... Nee. Zeg toch, Bottegien. Volgens mij slaat hij gewoon die bal weg met zijn vuist. Dus is het hands en een penalty. Maar... Ja, maar jij zegt al volgens mij. Ja. Dus je weet niet 100% zeker. Nee. Ja, maar dit is dus precies wat hij... volgens mij was het ook een man met een badmuts op achter de VAR. Ook? Ja, daarna geeft ook een badmuts op. Okay. Maar, die wist het dus ook niet zeker. En dan kan je dus eigenlijk geen penalty geven. Maar kan je niet een soort procentenspel spelen? Gewoon als je meer dan 5% denkt, dat is gewoon penalty. Nou, ik zou wel meer dan 50 doen dan. Ja. Wat dacht jij, Leone? Nou, ik dacht in eerste instantie, gaan we weer hands penalty. Maar inderdaad, dan krijg je weer het hele verhaal van niet 100% zeker fout. Dus ik ga er niks aan doen. En dat blijft gewoon natuurlijk een hele rare manier van de VAR gebruiken. Dus... Ja, als dat er niet zou zijn geweest, waarschijnlijk had hij dan gezegd van kom even kijken, ik weet het niet zeker. En had hij hem misschien wel gegeven, maar ja, ik geloof niet dat hij hem met zijn vuist wegstompte. Want dat lijkt me wel knap om hem zo ver... Het is Dumfries, hè? Hij is echt een krachtpatser. Maar wat hij zelf zei was, ik kopte de bal en ik sloeg hem tegen zijn hoofd. Lijkt me ook een penalty. Ja. Maar dat zeiden de Feyenoorders toch ook. Van ja, dat was een soort elleboog. Had geel moeten krijgen. En uiteindelijk ging het dus inderdaad om die handsbal. Maar ja, dat is wel een beetje een raar moment. Je zag wel een beetje zo'n pols zo gaan. Maar ja, wat het dan verder zou moeten doen in de 16. Ja. Dat was in ieder geval niet een hele handige manier om dat kopdubbel aan te gaan. Nee, precies. Dat sowieso niet. Maar wij lijken er ook niet echt uit te komen. Laat ik, nu we dat net bij Ajax hebben gedaan, het ook even bij Feyenoord doen. Dick Advocaat, hij heeft gezegd, Gijs, dat... hij de garantie wil dat Senesi en Berghuis blijven en dat hij dan zal bijtekenen? Nou, niet met zoveel woorden, maar hij wil in ieder geval... Nog minder woorden. Nog minder woorden. Hij wil... Berghuis, Senesi, tekenen. Ja, precies. Nee, maar hij wil wel een soort van garantie dat
mochten die spelers verkocht worden, dat hij dat geld kan herinvesteren. Of dat dat geld goed wordt belegd. Want nu bijvoorbeeld met Larsson, die is voor 4 miljoen naar China verkast. En dat was echt puur omdat hij en hij lag nog maar een jaar vast. En ze hadden die 4 miljoen voor Bozenik geleend bij niet nader te noemen groep Vrienden van Feyenoord. En die moesten terugbetalen. Dus die 4 miljoen die er nu aan Larsson verdiend is, mag niet worden, niet meteen 1-op-1 worden hergeïnvesteerd. Dus hij wil gewoon garantie van als die jongens al weggaan, dan wil ik dat geld opnieuw in de spelersgroep kunnen steken. En daar steggelen ze volgens mij op dit moment nog even over. Dus wel wat we zijn in een bijzondere wereld terechtgekomen dat advocaat garanties wil om te bouwen aan een team. Dat is niet echt des dikkies. Nee. Toch? Maar toen hij werd aangesteld, riepen we alleen maar, dat gaat gewoon voor een halfjaartje zijn, dan is hij weer pleiten. Ja, maar dat is ook wat Dickie normaal doet en maar ook best wel goed kan. Hij zei ook, als ik nu niet bijteken, dan stop ik echt. Behalve als er nog in eindtoernooi ergens voorbij komt. Ja, dan bellen die Russen weer en zit weer een bankje hoor daar. Ja. Ja. Ik hoop echt van harte dat hij blijft. Ik vind het zo genieten om hem weer langs de kant te zien. Hoe hij meeleeft, heerlijk. Ik vind het ook echt genieten om hem de hele tijd met John de Wolf dan te zien overleggen. Want het ziet er altijd uit alsof het helemaal niet over voetbal gaat. Weet je wel? Dat ze gewoon, wat heb jij gisteren op tv gezien en zo. Dat ze alleen maar over zulke dingen het hebben. Het ziet er gewoon helemaal niet uit als een trainersduo. Heerlijk. Jongens, wij gaan net als de Wolf en Dick Advocaat even naar buiten het veld met het rubriekje buitenspel. Ik zit even na te denken. Hebben we jou gevraagd om een buitenspelletje mee te nemen? Nee. Heb je dat? Okay, gelukkig. Maar laten we dan alsnog beginnen bij Snijbo. Het is misschien niet het leukste buitenspel, maar we moeten het er wel even over hebben. Hoffenheim, Bayern. Ja. Dietmar Hopp heet hij volgens mij. Dat is de eigenaar van Hoffenheim. Dat is een miljardair. Die heeft 15 miljard op zijn bankrekening staan. En er is een regel in Duitsland dat de supporters altijd een bepaald gedeelte van de aandelen hebben, zodat er niet hele rare beslissingen gemaakt kunnen worden binnen een club. Ze hebben nu bij hem een uitzondering bepaald dat hij dat wel mag. Bij Hoffenheim. En nu is hij een beetje de zondebok, want modern voetbal wordt soort van samengevat in die man. Dus iedereen haat hem. Ja. Dus hadden ze een spandoek opgehangen dat hij een hoerenzoon was. En hij werd alleen maar belachelijk gemaakt, de wedstrijd 2 keer stilgelegd. Toen zijn wie hadden de fans van Hoffenheim dit gedaan? Nee, de fans van Bayern. Okay. Dus na de tweede keer staken komen die twee teams het veld weer op. En er is nog een kwartier te spelen. En ze hebben dus een kwartier gewoon een rondo gedaan. Wel met elkaar? Met elkaar. Ja, dus er is helemaal niet meer gevoetbald voor de rest. Nee, weet ik. Ze hebben gewoon 15 minuten die bal gewoon een beetje rondgespeeld. En dat was de wedstrijd. Wat bizar. Heb jij dit gezien, Gijs? Ik heb het niet gezien, ik heb het wel gehoord. Krankzinnig. Ja, krankzinnig. Ja. Wel op zich wel mooi, solidair. Maar ja, aan de andere kant. Er zijn wel meer dingen waar ze ook zulke statements wel kunnen maken. Het is wel raar dat we allemaal het veld aflopen als een man met 15 miljard op de rekening belachelijk wordt gemaakt. Maar dat. Maar weet je wat hoe dit leeft bij Hoffenheim zelf? Want ik vind het eigenlijk wel. Nou ja, die zijn wel blij, want die waren echt Regionella West ergens. 3 hoog achter speelden die zaalvoetbal. Dus het maakt hun niet uit dat zij geen inspraak meer hebben? Nou, volgens mij niet. Want waarom maakt het Bayern zoveel uit? Nou ja, omdat in Duitsland is die soort van klassieke voetbalcultuur wel heel belangrijk. Waarin de supporters het nog voor het zeggen hebben en niet alles gerund wordt door de rijke mensen. En nu met hem bij Hoffenheim en Red Bull die Leipzig helemaal overnemen, zijn ze gewoon bang dat het allemaal van die Engelse tafereelen worden. Waar alleen maar rijke individuen eigenaar zijn van een club en het als een soort van speeltje gebruiken. Leone, hoe kijk jij daar tegenaan, al het geld in het wat nu in het voetbal wordt gestoken? En zou jij ervoor openstaan als er nu een rijk stinkert met 50 miljard zou zeggen, hey, ik pomp dat in het vrouwenvoetbal om dat even nog meer leven in te blazen? Of zou je dan al zeggen, nee, dat moet... Nou ja, het vrouwenvoetbal kan wel wat 50 miljarden gebruiken. Dus dan zou ik zeggen, kom maar door. Ik heb wel een plan. Laten we het vrouwenvoetbal een beetje omhoog helpen. Ja, daar kunnen wel echt wel meer investeringen gedaan worden. En ik vind het in het mannenvoetbal wel lastig. Juist omdat dat gat zo groot wordt tussen de 5 grote competities en de rest. En het eigenlijk alleen nog maar om geld draait. En dat te veel invloed heeft. Dat vind ik wel lastig. Maar dat begon ook ooit zo, hè? Zoals het misschien dan bij het vrouwenvoetbal. Ja, dus dan moeten we eigenlijk al daarvan leren. En een soort van grens trekken van tot hier gaan we er geld in stoppen. En dan moet het leuk blijven. Maar mannenvoetbal ging natuurlijk mis toen tot het weer duidelijk werd dat je geld over kon houden aan het runnen van een club. Dat het een winstgevende organisatie kan zijn. Dus dat het sportief belang op de achtergrond raakt. Bij het vrouwenvoetbal. Volgens mij gaat er niet zoveel geld in om. Dat je dat nu kunt runnen als een bedrijf.
en er dan als eigenaar heel veel geld aan kan verdienen. Nee, de eigen, je hebt bijvoorbeeld bij Olympique Lyon wordt er natuurlijk heel veel geld ingestopt. Mm-hmm. En er wordt wel langzaamaan wel wat geld verdiend. Maar nog niet natuurlijk zo van, nou, je houdt er heel veel aan over. Het is echt wel investeren in de toekomst. Ja. Ja. Heb je nog wat liggen, Titus? Geld? Nee. Oh. laten wij doorgaan. Leonne, wat heb jij voor een buitenspelletje meegenomen? Ja, nou, er is een vrouwelijk scheidsrechter, assistent scheidsrechter, die vlacht in betaald voetbal. Franka Overtoom, maar die kan dus ook heel goed zingen. En okay. Zij heeft met, je hebt een of andere Family Edition van The Voice. En die hebben zij gewonnen met de African Sisters. Zo. En Franka is tevens zusje van Willy Overtoom. Alright. Ja. Wat leuk. We hadden hier eigenlijk even een soundbaantje voor moeten hebben. Maar wacht, is Franka met krullen? Ja, ze, of niet? Je wel. Ja, maar ik ben een keer gefloten door een zeer talentvolle vrouwelijke scheidsrechter, zeg maar, in het veld. Ja. Je hebt Shona, die ken je denk ik ook. Oh ja, dat is waarschijnlijk. Ja, dat, die, is waarschijnlijk. Dat is natuurlijk echt een veldscheidsrechter. Ja. Oh, klopt. Oké. Okay, ja. En zij is. Er werd heel lachig over gedaan bij onze kleedkamer, maar ze is echt. Dat is echt goed. Uitstekend. Ja. Ja? Ja, echt uitstekend. Ik hoop echt dat zij binnen 2 jaar in de Eredivisie staat. Dat is echt goed. Ja, klasse. Moet jullie ook een keer uitnodigen. Ja. Maar zingende grensrechter is wel leuk voor een soort van in het oortje van die scheidsrechter de hele wedstrijd. Zingen. Ja. Ja. Buitenspel. Rood. Misschien dat zij in de VAR kan gaan zitten, weet je wel. Kom maar even kijken. Gijs, wat heb jij als buitenspelletje? Ik blijf in Duitsland samen met Snijboon. jullie kennen allemaal... jullie kennen allemaal... Leonne naar New York, wij naar Duitsland. Jullie kennen allemaal de sensationele aankoop van Borussia Dortmund natuurlijk. Behalve Tietz waarschijnlijk. Erling Braut Haaland. Zelfs die ken ik. Maar hij heeft een sinds zijn jeugd heeft hij een wereldrecord op zijn naam staan. Dus hij is niet alleen bloedsnel, scoort verschrikkelijk veel... en is gewoon alom bemind. Maar hij heeft ook een wereldrecord. En jullie mogen raden welke, Titus. Jij mag vooral raden welke. Ik weet niet. Hij heeft een wereldrecord verspringen. Voor kinderen van 5 jaar. Is in bezit van deze Erling Braut Haaland. En je mag raden hoe ver. Snijboon, jij weet het waarschijnlijk. Jij weet alles van alles, zegt Tim namelijk. Dus... 5. Even kijken. Ja, ik zit vooral in de leeftijdscategorie 7 en 8 jaar. Ben ik heel bedreven. Dus okay. 1,63 meter is hij vergesprongen. En dat is het wereldrecord voor 5-jarigen. Dus hij kan niet alleen goed voetballen, maar ook ver springen. Wat bizar. Ja, leuk hè? Ja. Nou, leuk. Heb je ook nog trouwens een spelregel in te brengen voor dit? Ik heb een spelregel, maar wil je die nu horen? Want het heeft te maken met bekervoetbal. Ja, nou ja. Nou, aankomende week is natuurlijk bekervoetbal. Jij ja, geeft me nu de ruimte ook, dan ga je het krijgen ook. Maar wanneer wil je dan die ruimte pakken? Nee, weet ik niet. Jingle. Oh ja, doe maar jingle. Shit, ja. Dat ding ook. Wat is dit nou voor regel? Oké, bekervoetbal. Aankomende week bekervoetbal. Ik heb een blauwe maandag nog in Zweden gespeeld. Ook bekervoetbal. Ik speelde op het 4e niveau. Mag verder geen naam hebben. Maar wij moesten tegen een club spelen die uit het 3e niveau kwam. Dus van de competitie hoger. En ik stond in de basis rechtsback. Echt op een vreselijke positie. Maakt verder niet uit. En voordat we begonnen, liep onze spits met de bal onder de arm naar de penaltystip. Ik dacht, wat krijgen we nou? En hij nam een penalty. Iedereen klappen en juichen. En we begonnen de wedstrijd met 1-0 voor. Omdat wij uit een lagere competitie kwamen dan de jongens. En dat vind ik dus een geweldige regel. Dan mag je een penalty. Ja. Dus en als je 3 klasses lager komt, krijg je serieus 3 penalties. Ja? Voordat de wedstrijd begint. Dus maar ik vind, NAC gaat naar de Kuip, begin met de penalty. Is toch heerlijk? Dus zit de sfeer daar gelijk in ook. Ja, maar dat is toch top? Ik vind het veel leuker dan dat je met 1-0 voor begint. Dat je gewoon wel, je moet er nog wel iets voor doen. Ja, dus je kan het missen. Ja. Ik vind het echt heerlijk. Ik was met stomheid geslagen, maar ik dacht, deze moeten erin gooien in Nederland bij de beker. Als je bijvoorbeeld... een topklasse tegen een eredivisieploeg krijgen gewoon 2 of 3 penalties voordat het begint. Dat wordt serieus spannend. Dat is echt leuk. Dat is wel heel leuk, ja. Ik stem voor. Ik vind het zo chill dat Titus zo verbaasd is dat je daadwerkelijk met een goed idee hier aan tafel staat. Ja, nee, maar ik ook. Toen ik over na. Het was trouwens de wedstrijd Kalbergs tegen Wermde. En we verloren uiteindelijk met 3-1. Ik speelde bij Kalberg. Oké, jongens, laten we weer teruggaan vanuit Zweden naar de Eredivisie. We hebben nog heel wat potjes te gaan. Willem II tegen FC Groningen. Dat werd 3-1. Het eerste Nederlands coronageval, dat werd geconstateerd in Tilburg. Maar FC Groningen leek daar het meeste last van te hebben. Voor het eerst sinds 28 september 2019 kreeg de ploeg van Danny Buijs weer eens meer dan 1 doelpunt tegen. De 3 voorin die deden het voor Willem II, die na deze 3-1 overwinning zeer netjes op plek 5 staan. Leonne, jouw hele vrijdag stond ongeveer in het teken van deze wedstrijd. Was het dit waard?
Het was wel weer een leuke vrijdagavondwedstrijd. Ja, zeker. Ik vond het mooi gelijk opgaan ook. En alleen snapte ik niet helemaal wat Sergio Pat aan het doen was. In een soort van modderpool proberen op te bouwen met twee mannen in je eigen 16. Ja. Dus dat ging ook genadeloos mis. En daar kwam Willem II in één keer op voorsprong. En toen werd het leuk. Dus ik heb wel genoten. Want jij zit van een vlak na het ontbijt, zit jij in de studio voor te bereiden. Het ligt een beetje aan wat ik ontbijt, maar ik zit er wel... Ik ga altijd dan naar de vergadering en die is om 4:00. Dan wordt een beetje besproken wat er allemaal gaat gebeuren die avond. En daarna is het eigenlijk al vrij snel... Bier drinken. Precies, dan gaan we zuipen met z'n allen. En dan ja, maar het is toch best wel krankzinnig. Het is één wedstrijd. En ik ben vervent kijker. Op de zaterdagochtend kijk ik het terug. Ja, het is één wedstrijd. En dan moet je zo lang voorbereiden. We hebben hier 9 potjes. Nou ja, niet dat wij goed voorbereid zijn. Maar we bereiden korter voor dan jou voor één wedstrijd. Nee, ja, dus, kijk ja, ook meer mensen ik... naar. Zou je denken? Ja, het gaat wel gelijk om hoor. Ja, het loopt elkaar zeker niet. Nee, maar ik heb natuurlijk ook. Ik kijk vooruit naar het weekend. Dus daar moet ik even mijn Aki's op selecteren en gaan bewerken natuurlijk. Dan Aki's. Wat zijn Aki's? Aki's zijn die beeldjes waar je dus op kan tekenen. Ah, ja, wij doen alleen maar geluid. Ja, is ook leuk. Maar dat is natuurlijk wel enige voorbereidingstijd. En dan de fysiologie, dat kost altijd de meeste tijd bij mij. En dan, bij wie kost dat de meeste tijd? Want ik verdenk Jeroen Stekelenburg van heel ijdel te zijn. Klopt dat? Nee, hij is echt erin en eruit. Dat is echt... En in de make-up ook? Met fysiologie ook. Ja, dat zie je ook wel terug. Oké, jongens, laten we het tot zover... Willem 2 tegen FC Groningen. En we gaan door naar RKC tegen FC Utrecht. Dat werd verrassend 2-1. Al maanden wordt RKC achtervolgd door het degradatiespook. Maar ze geven nog steeds niet op dat ze thuis wonnen van FC Utrecht. Dat was eigenlijk ook heel logisch. Want zonder hun vaste spitsen kon RKC eindelijk eens denken aan het maken van doelpunten. Leone, 10 punten naar Fortuna en PEC. Zou het dan nog steeds kunnen voor de jongens uit Waalwijk? Nou, ik heb er niet echt meer geloof in. Ze hebben toch het hele seizoen best wel leuk gevoetbald. Ja, dat is het. Maar ze voetballen heel leuk. Alleen ja, scoren gaat zo moeilijk. Als al jouw spitsen allemaal nog in één keer hebben gescoord. En dan nu die Celasso één keer in de spits. Dat is de eerste die dan als spits een doelpunt scoort. Ja, dan heb ik er wel een hard hoofd in. Denk je dat die Bilate ook nu langs de zijlijn stond en dan dacht... Oh, kan dus gewoon. Die schiet gewoon op goal. Oh. Ik denk het wel, ja. Nee, het was het is leuk om naar RKC te kijken. Ze voetballen heel leuk. Maar dit had meer met Utrecht te maken. Ja, dan klap voor Utrecht dit. Ja, die zitten er ook niet zo lekker in. En hun instelling, hun beleving van de wedstrijd is echt heel, apathisch. Blijvend. Ja. Trainingspotjes. Ja, het was gewoon allemaal net niks. Ze hebben genoeg kans ook gehad. Maar Utrecht wilde niet per se winnen vandaag. Dus ik denk dat het daarmee mee te maken had. Nou, dat is wel gelukt. Ja. Dat is prima. John van der Brom was weer gespannen. Ja, maar zo. Die krijgt echt een hartaanval. Ja. Nou, laten we het hopen van niet. Maar nee, inderdaad. Hopelijk zegt zijn nichtje weer van, joh, pas even op. Ja, of zijn moeder. Het schaam kapot voor je. Ja. Jongens, PEC Zwolle tegen Vitesse. Dit was misschien wel de wedstrijd van de week. 4-3. Ja, dit was precies zo'n wedstrijd die de Eredivisie ongelooflijk leuk maakt met 3 doelpunten vanaf de 90ste minuut. Aan het einde van de rit werd het 4-3 voor PEC. Kopte Pelle Clement de winnende binnen en sloopte hij vervolgens de cornervlag. Snijboon, die laatste minuten hadden nog wel een uurtje mogen duren. Het is zo genieten, want het staat 2-2. PEC krijgt een onterechte penalty. 3-2, dan denk je... Oké, nou, ik gun het PEC wel dat ze winnen, maar het is wel lullig. Dan wordt het 3-3 in dezelfde minuut. Dan denk je, oké, de ball never lies, zeggen we dan altijd, toch? Het spel ontwikkelt zich zo dat een beetje de waarheid altijd boven komt. En Pelle Clement, ja, ik weet niet wat Daan Schuurmans aan het doen was daar in goal. Maar die was echt oliebollen aan het vangen. Dus alsnog 4-3 in dezelfde minuut als waarin de 3-2 ook viel. En bij PEC werden ze helemaal gek. Ja, die arme cornervlag wel. Toch? Ja, medelijden. Ja. Nee, maar voor PEC een hele welkome overwinning. Vitesse is een beetje een soort Utrecht-Heracles. Dat kan de ene week best wel veel zijn en dan de week daarna zakt het weer helemaal weg. Maar met 2 goals in de 6e minuut en 3 goals in de 90ste minuut, ik vind dat echt fantastisch. Ja, het staat wel echt allemaal razend dicht bij elkaar ook door deze overwinning. Volgens mij zijn het 4 punten vanaf nummer 13 tot 16 uit mijn hoofd. Of misschien wel 12 tot 16. Ja, dat wordt echt wel razend spannend. En dat is
op zijn minst opmerkelijk. Ja, die Eredivisie is gewoon hartstikke... Wat een dooddoener. Hartstikke spannend. We gaan naar ADO Den Haag tegen Heracles Almelo. En we gaan weer door. Minder spannend, ja. 0-0. Volgens Frank Wormoed was het werkelijk niet om aan te zien. En dat betekent meestal dat er weinig doelpunten gevallen zijn. En dat was hier ook het geval. Ondanks wat kantjes voor Heracles en serieuze kansen voor ADO kwamen beide niet tot scoren. ADO wint weer niet, maar verliest ook niet. Zouden de tactische ingevingen van de supporters geholpen hebben, Gijs? Ik denk het wel. Midweeks kwamen een groep van 10 tot 15 hooggeleerde ADO-fans kwamen het veld opstormen bij een training. En die kwamen met de flip over aan. En die hebben we de heer Pardew in het beste Engels uitgelegd hoe die moest spelen. Wat ze ook hebben gedaan, en wat echt zo schijnt te zijn, is ze hebben het programma van ADO uitgeprint op een A3 of A2, echt enorm groot. En hebben ze aan Pardew gevraagd om alle wedstrijden aan te kruisen die hij denkt te gaan winnen. Een tototje hebben ze en Pardew heeft ze allemaal aangekruist. Dat zijn dus echt? AZ uit, winst. Fortuna thuis, winst. Twente uit, winnen ze ook gewoon prima. Ja, Emmen thuis kan je dan nog winnen. Willem 2 en Feyenoord, allemaal winnen. En dan VVV, Groningen en Zwolle, winnen ze ook gewoon allemaal. Nou, dit is heerlijk. Ja, maar hij zat er bij de eerste helft naast, want ze hebben gelijk gespeeld. Maar wel... Ja, grappig. Of triest eigenlijk, toch? Dat triest. Nou ja, ze hebben een puntje over de streep. Het kan erger, toch? Ze kunnen ook zitten in de fik steken. Nu komen ze met een flip over, komen ze gewoon een tactische bespreking doen. Ja, maar het wordt iets dreigender dan dit, hoor, denk ik. So what you do is... Ja, wat wij dachten dat bij de derde helft beter kon, dat was dat we niet meer het weetje van Tim zouden doen. Alleen is op social media daar heel veel protest tegengekomen. Leon, jij zei ook al van, nee, dat weet je moet erin blijven. Terwijl wij dachten, ja, het is wel een beetje klaar ermee. Oh, nee, ja, ik ben er helemaal nog niet klaar mee. Ik vind het eigenlijk wel leuk altijd, die weetjes. Ja, ja. Wij kennen ons publiek blijkbaar echt heel slecht. Wij zaten met z'n vieren te eten en we hadden het erover. En we echt unaniem. eruit. Het eerste wat we eruit slopen is dat weetje. Ja. Maar ach, Tim zit in New York met de schoonfamilie. Maar die heeft natuurlijk rijkelijk de tijd genomen om even een weetje in te spreken. Dus we gaan zo naar hem luisteren. Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje. Ja, la 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 la. Ja, la 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 la. Ja, eens even kijken wat hij ons opgestuurd heeft. Over Denzel Slager was een prachtige buitenspeler. Qua uiterlijk dan, want qua voetbal kon hij er geen reet van. Op een gegeven moment werd hij weggestuurd bij RKC Waalwijk. En toen heeft hij een aantal stages gelopen in Engeland. En dat liep allemaal op niks uit. Hij raakte een beetje in de put, een beetje depressief. Heeft zelfs bij de Albert Heijn gesolliciteerd, waar hij is afgewezen. Maar via zijn neef heeft hij een afspraak. Die neef van hem had een afspraak geregeld bij modellenbureaus in Amerika. Nou, die waren zeer onder de indruk van zijn uiterlijk. Maar dan moest hij wel een voetbalclub hebben. Want dan wilden ze hem als een soort atleetmodel tekenen. Een beetje snijboon. Toen is hij in de derde divisie in Amerika beland. Dat ging vrij aardig. Waardoor uiteindelijk LA Galaxy hem zelfs heeft overgenomen. Waar hij voornamelijk in de tweede heeft gespeeld. Inmiddels heeft Denzel Slager geen club meer. Heeft hij wel 130.000 volgers op Instagram. En het belangrijkste. Hij heeft Love Island gewonnen. Waar hij aan heeft meegedaan. Omdat hij samen met Alexandria, die vrouw volgens mij. Verkozen werd tot het populairste setje. Nou, het kan verkeren. Oh. Leonne, weet je wat je niet wilde weten of vind je het wel interessant? Nee, dit wilde ik inderdaad niet weten. Een soort RTL Boulevard. Wel een sterke comeback, hoor. Ja. Ja. Nou. Weet je waarom ik dat weetje zo leuk vind eigenlijk altijd? Door dat jingletje. Dat horen we dus ook van iedereen. De inhoud maakt geen reet uit. Nee, als we kunnen gewoon die jingle doen elke week. En dan gewoon over iets anders gaan praten. Dat lijkt me top. Zoals FC Twente tegen Heerenveen. Dat werd 2-3. FC Twente werd zaterdag na een uurtje in de wedstrijd pas wakker. Maar stond toen plotseling met 3-0 achter. Ze probeerden met wat hulp van Joey Coy nog terug te komen. Maar verder dan 3-2 kwamen de Tukkers niet. Dat betekende de eerste overwinning voor Johnny Jansen sinds december. Snijboon, zou jij ooit een bal afgeven als je zo kon dribbelen als Ejuke? Nee. Ja, nee, echt niet. Gijs. Het was weer genieten, was allemaal, hè? Jongens, er was allemaal kritiek op Ejuke dat hij nooit een bal afspeelt. En dat vinden ze allemaal heel raar. Als de jongen ook nog ballen af zou spelen, dan zou hij toch bij Real Madrid voetballen. Als jij zo kan voetballen, Gijs, dan geef je toch nooit meer iemand anders de bal? Nee. Dan ga je toch gewoon lekker hobbelen op dat veld een beetje mensen voorbij. Ja, ja, in ieder geval een paar keer per wedstrijd dat je gewoon aan een enorme solo begint, zoals hij ook deed. 14 keer per wedstrijd. Ja, wat vind jij van de desbetreffende man? Ja, het is wel grappig, want halverwege het seizoen had iedereen er heel veel begrip voor. Van joh, laat die gozer maar lekker zijn gang gaan en er komt altijd wel een keer iets uit.
En dan nu is het in één keer allemaal moeilijk. Maar volgens mij is het wel handig om zo'n speler in je team te hebben. Het is een beetje een afleider. En je weet nooit wat hij gaat doen. Dus die back die heeft het ook altijd moeilijk. Want het is zo verschrikkelijk onvoorspelbaar. Dus ik zou hem gewoon lekker zijn gang laten gaan. Lijkt me spits wel fantastisch. Want je hebt echt geen idee wanneer je welke paal moet kiezen. Nee. Je weet niet of er een voorzet komt. Hij kan zomaar komen. Maar je hebt ook geen idee waar hij heen gaat, die voorzet. Ja, klopt. Jongens, Sparta Rotterdam tegen FC Emmen. Dat werd 5-1. FC Emmen speelde weer een typische uitwedstrijd. Waar aan de Oude Meerdijk aan de lopende band wordt gewonnen. Is het tijdens uitwedstrijden een totaal ander verhaal. Sparta schoot in de eerste helft 3 keer op doel. En scoorde 3 keer. Na de rust ging het niet veel beter. En liep Sparta freewheelend uit naar 5-1. Gijs, de wedstrijd tussen jou... spelersstal en je favorieten. Je zou vooral toch denken dat je blij zou zijn met elke uitslag hier. Was dit ook het geval of deed het toch wel pijn om Emmen zo onderuit te zien gaan? Het deed pijn om op de broek te krijgen. Eens te meer, omdat niet één van mijn spelers uit Mariola-stal speelde bij Sparta. dus ik was uiteindelijk toch wel licht voor FC Emmen. Maar 5-1 op de broek is wel heftig. Maar goed, credits aan Sparta zijn inmiddels bijna veilig. Wordt ook zomaar stilletjes spelen zij zich ruim voor het einde... veilig. Credits aan Fraser Frazen. Die hebben ook gewoon echt een leuke ploeg. Ja, FC Emmen, ja, die moeten serieus nadenken of ze nog wel naar uitwedstrijden gaan. Ja, maar echt serieus. Ja, maar je kan beter 3-0 invullen dan dit. Ja, gewoon 3-0 verliezen en dan alles thuis winnen. Ze zullen volgende week alweer thuis winnen, 100%. Maar dus goed. Speelde jouw grote held de Messi? Messi van Meer, daar viel in. Hij viel in. Ja, een half uur was net te kort om het tijd te keren. Stond inmiddels 4-1, geloof ik. Ja. Oké, tot slot, laatste wedstrijdje. VVV Venlo tegen Fortuna Sittard 0-0. De derby van Limburg was er niet eentje om over naar huis te schrijven. Het liet eens te meer zien dat Hans de Koning zich geen illusie maakt dat hij mooi voetbal moet spelen met VVV. Lelijk voetbal levert in zijn geval namelijk wel punt op. De Koning verbrak het record en is nu de trainer met de langst ongeslagen reeks van VVV in de Eredivisie, 7. Ja, Gijs, ik wil van jou zo wel weten, Hans de Koning... of hij met alle wetten aan het spotten is. Maar eerst, Snijboon, jij had deze wedstrijd toch? Jij zou deze wedstrijd toch kijken? Ja, nee, ik heb hem ook wel gekeken. Ik heb hem ook gekeken. Nee, wij spreken altijd een beetje af wie eventjes een beetje een inleidingje verzint voor welke wedstrijd als we de uitzending doen. En Gijs appte mij vanochtend. Ik lag brak op de bank. En Gijs appte mij, ik wil VVV Fortuna. En ik dacht alleen maar... Dat is prima, maat. Dat was een hele saaie pot. Dus ik ben heel benieuwd waar die nu weer komt. Waarom wil jij deze wedstrijd? Jongens, ik heb 2 leuke dingen voor jullie uitgezocht. jij zei Hans de Koning spot met alle wetten. Dat is waar. Want VVV heeft het laagste percentage balbezit van de hele Eredivisie. Maar toch 28 punten. Dus ik heb even uitgerekend met mijn mathematische achtergrond. Dat zij 0,75 punt verdienen per procent balbezit. En dat is het hoogste van het hele rechte rijtje. Dus zij zijn het meest efficiënt met balbezit. En het tweede ding is van Fortuna. Jij hebt zo'n andere zondagochtend dan ik gehad. Nee, ik heb echt in de nummers gedoken. Het werd 0-0, maar Fortuna had schorsing. Kevin Hofland was geschorst. Hij had 4 gele kaarten. Hoe kan je nou als trainer 4 gele kaarten pakken in de Eredivisie seizoen? Dat is evenveel als Tommy Beugelsdijk en Bazour. En meer dan Schoffelaar Martinez van Ajax is al geschande. Stond er dan ook toen hij die 4e kreeg dan zo'n Miss Max. Ja. Ja, wat is dat? Dat kan toch niet? Dan moet je toch serieus op Hofland, toch? Ja, precies. Een beetje Schoffel ook. Schoffeland. Nou, leuk. Ik ben blij dat jij je zo ontfermd hebt over deze wedstrijd. Die 0-0 eindigde en toch tussen 2 ploegen ging die niet heel veel meer te gevecht zeggen. Om van Limburg. Nou, trouwens, VVV Venlo hebben wij ooit nog op plek 6 gezet toen wij aan het begin van het seizoen... Als ze Maaskant hadden gehouden, hadden ze daar nu ook gestaan. Ja. Wie weet. Jongens. Leon het twijfelt. Laten wij de uitzending gaan afsluiten met wat fantalk. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom. Nou, Leonne, jij bent trouwe luisteraar. Dus jij weet ook dat hier... alle vragen gesteld kunnen worden die maar ingestuurd worden. Ze zijn nu ook weer volledig van willekeur. Quintus van Horik, die wil weten hoe jij je zoete aardappel het liefste eet. Uit de oven. Jongens, dit is wel weer echt een next level categorie. Ja, we moeten gewoon zoete aardappel vrieten. Het is toch erg? Dan zit hier een vrouw en dan gaat het over koken. Oh, nee. Dat is seksist, hè, die Quintus. Godsamme. Ja. Ja. Ik vind zoete aardappelpuree ook wel lekker, hoor, trouwens. Ja? Ik heb het niet aan jou gevraagd. Nee. Snijboon. Er is wel een vraag voor jou ingestuurd. Waarschijnlijk omdat jij alles weet van alles. Niels S033, die wil weten welke speler jij ooit
de slimste mens ziet spelen? Welke eredivisie-speler? Vriends, denk ik toch? Ja, daar kwam ik ook op. Sparta? Ja, want die gooide ooit hoge ogen met zijn geografische kennis. Antetenerivo, hè? Mm-hmm. Weet het nog, Gijs? Mm-hmm. Hoofdstad van... Best ik herinner, hè? Toch? Ja, Madagaskar inderdaad. Ja, ja. Ja, Bart Vriends zou ik denk ik als eerste sturen. Leone, wie denk jij dat een brede algemene kennis heeft in de Eredivisie? Ik denk dat Eiting wel ver komt. Ja? Ja. Gijs, jij nog iets aan toe te voegen? Pardew. Maar dan wel in Nederland. Hij ziet er serieus bloedslim uit, hè? Met zo'n bril en zo'n net aangeklede man. Allemaal nep. Ja, dat weet ik. Maar hij ziet er wel een goed wie uit. Wie zou je absoluut niet sturen? Noah Lang. Ja, dat wou ik ook zeggen. Ik dacht, maar dat is een obvious answer, ja. Ik zou Karstorp ook wel tof vinden, hoor. Ja. Ja, vol met die plakplaatjes op die bank daar. Met Van Rossum. Oh, mooi. Heerlijk. Tot slot, Beer Zinnemers. Die wil weten wie van jullie de grootste zeikert tegen de grensrechter zou zijn. Wie denken we? Wie hier aan tafel zit? Snijboom, denk jij dat Leone flinke zeikert ja, ik, is? Ik wilde net zeggen van ons drie ben ik het, denk ik. Maar ik weet niet hoe jij in het veld was. Ja, wisselend. Ik kan wel zeiken hoor. Maar als je wat ouder wordt, dan doe je dat steeds minder. Dat ken ik. Had ik ook toen ik boven de 40 raakte. Oké, dat was het weer voor deze week. Leone, dank dat je verjaardag hebt ingereld om met ons tot diep in de nacht hier op te nemen. Vond je het leuk? Heel leuk, zeker. Mooi. Kom je nog een keer? Ja, alleen als er een weetje wordt. Okay, dan gaan we het weetje sowieso houden. Alleen als er een goed weetje. Wij zitten er in ieder geval sowieso volgende week weer samen met sportjournalist van het jaar, Frank Heijnen. Dus we gaan nu als de brandweer naar bed, maar jullie kunnen ons volgende week weer horen. Tot dan!